Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg staat, kan niet verborgen worden. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Licht verandert duisternis. Wanneer licht schijnt, verandert de situatie. Verborgen is het licht nutteloos, want het is gemaakt om te schijnen. Het gaat in tegen het complete doel van het leven om verborgen te zijn. Licht brengt verlichting, het brengt helderheid, het zorgt voor verandering. Het heeft invloed op de situatie. Wij zijn gemaakt om de liefde van God te laten schijnen. Wij zijn niet geroepen om stil te zitten en onopvallend te zijn. We zijn geroepen om het licht van God te zijn, niet alleen in onze kerk, maar ook in onze buurt en daaromheen. Wij zijn geroepen om verandering te brengen. Niet om verborgen te zijn, maar te schijnen. Wij zijn gemaakt om een positieve invloed te zijn door ons leven, in ons huis en op ons werk. Een invloed in onze dorpen, in onze regio en in deze wereld. Als kerk is het Gods doel dat wij zijn licht zijn in deze wereld. Dat wij weigeren om teruggedrukt te worden, om verstopt of onbelangrijk te zijn. Het doel van de kerk is om van God te houden, contact te hebben met anderen, Hem te willen dienen en leven om invloed te hebben. Jij bent het licht van de wereld, als een stad op een berg die niet verborgen kan worden.